In de zesde video gaan we wat meer hebben over de Effects Library en de Inspector. Die twee werken heel erg nauw samen. Hier linksbovenin vind je de Effects Library. Een vrij belangrijke tool. Want daar zit heel wat materiaal in. Bijvoorbeeld de audio transitions. Eventjes veden van het ene geluidje naar het andere geluidje. De video transitions. Denk aan een mooie cross dissolve, een dip to black of al dat soort zaken. Titles kan je uiteraard toevoegen op meerdere manieren. En daarnaast hebben we ook nog generators, waar bijvoorbeeld zo'n color bar tussen zit. Om eventjes je kleuren te kunnen checken. Dus dat zijn de effect libraries. En dat is eigenlijk de standaard toolbox die je nu ziet. We hebben ook de open effects. Dat zijn externe plugins die je misschien wilt gaan installeren. Die vind je hier weer terug. En daarnaast hebben we ook nog een hele map aan audio effecten. Die je uiteraard ook weer kan gaan toevoegen. We houden het even op de toolbox. En uiteraard wanneer je hier wat meer van wilt zien. Dan kan je de media pool hier linksbovenin eventjes uitzetten. Waardoor je echt de hele waslijst haast in één keer kan zien. Ik zet daarnaast ook eventjes de inspector open. Want daarin vind je alle instellingen. Dus alle parameters van zo'n transition of van zo'n effect die je gaat toepassen. Ja, die vind je dan weer daar terug. Dus laat ik eventjes bijvoorbeeld een transition gaan toevoegen. Als bijvoorbeeld een cross dissolve. Dat is de meest gebruikte transition die je kan vinden, denk ik. En die zorgt ervoor dat hij netjes overvloeit naar het volgende shot. Op deze manier. Uiteraard kan je zo'n transition zelf ook selecteren. Aan de zijkanten wat groter of kleiner maken. En zelfs wanneer je ook nog een keertje de commandtoets ingedrukt houdt, dan kan je de rechterkant wat groter maken. Of juist naar de linkerkant wat meer ruimte gaan geven. Zodat je een beetje een L-cut of een J-cut gaat krijgen. Nou, daarnaast vind je ook nog een keer de instellingen hier aan de rechterkant in de inspector. Dus wanneer je zo'n cross dissolve hebt geselecteerd, dan vind je hier de lengte keurig netjes in parameters weergegeven. Hoeveel frames het uiteindelijk is. Center on split. Dus waar is het centrum van de split? Eerst aan het begin, aan het einde. En uiteraard kan je hier na de hand ook nog een keertje wisselen van stijl. Start ratio. Nou, elke transition zal waarschijnlijk wel wat andere instellingen hebben. En je kan ook heel makkelijk switchen van de ene transition naar de andere. Dus wil je nu toch geen cross dissolve, maar een oval iris. Dan krijgen we nu dit prachtige effect. Nou, je ziet dat er automatisch alweer andere parameters erbij zijn gekomen. Dus de kleur kan je aanpassen. Nou, enzovoort. Dus dat zijn eigenlijk de transitions die je kan gaan toevoegen. Ook al bij het plaatsen van zo'n transition kan je al de keuze maken of je hem nou aan de linkerkant van de kat gaat plaatsen. Aan de rechterkant of in het midden. En dat houdt dus eigenlijk in die center on edit of start on edit. Of end on edit. En wil je dus een wijziging maken, dan hoef je niet eerst je transition af te halen en een nieuwe erop te zetten. Dat wisselen gaat dan ook heel erg eenvoudig. Dus dat zijn de video transitions die je kan toepassen. En uiteraard werken de audio transitions op nagenoeg dezelfde wijze. Daar zie je natuurlijk niks van, maar daar hoor je des te meer van. En ook hier zie je dan weer de parameters verschijnen. Ja, en dan wordt het tijd om Sascha toch eventjes te gaan introduceren met een mooie titel. Die titel die vind je natuurlijk binnenin de toolbox van de Effects Library. Een beetje naar beneden scrollen en daar hebben we de titels in 5 verschillende smaken. 3 keer de lower third, dus dat is echt een titeltje die je onderin je beeld plaatst, links, midden of rechts. Met de naam en bijvoorbeeld de functie van een persoon. Scoring text is echt een beetje een aftiteling en de tekst is echt een main title van een film die je in beeld wilt gaan brengen. In dit geval willen we natuurlijk Sascha en zijn functie laten zien. Dus dat is gewoon klikken en slepen op de tijdslijn. En een beetje korter trimmen zodat hij netjes gaat passen op het stuk waar ik hem graag zou willen zien. Bijvoorbeeld hier. En wanneer dan de titel selecteert, dan zie je al gelijk hier title staan. Dat is kenmerkend voor de lower third. Die heeft 2 regels aan tekst. En die vind je ook weer terug in de inspector. Dus hier zouden we zijn naam kunnen gaan typen. Sascha Barksy. En uiteraard past daar een leuk font bij. Bijvoorbeeld deze. Je kan hem een aparte kleur geven, de size kan je aanpassen, de tracking en de line spacing kan je aanpassen. Eigenlijk allerlei zaken die je in andere pakketten ook kan doen met tekst, vind je hier ook keurig netjes weer terug.
En hier vind je dan de tweede regel aan tekst, waarbij we natuurlijk gaan aangeven dat hij de owner is van Citizen Chain. En ook daar pakken we weer een pakkend fontje bij. Op deze manier. Ik laat de instellingen even voor wat ze zijn. Die kan je zelf nog even aanpassen wanneer je dat leuk vindt. Je kan er nog een drop shadow achter gooien. Dat er een zwarte een gloed omheen komt te zitten. Zodat de tekst altijd wat beter te zien zal zijn. Nog een stroke. Of nog een background color. Bijvoorbeeld wat in de hoogte aangeven. Nou, op die manier zou je dat heel goed kunnen gaan doen. Nou, het is natuurlijk wel leuk als zo'n titeltje ook een beetje netjes inveet. Dat zouden we kunnen gaan doen met ook weer een dissolve functie. Dus een transition. Maar misschien heb je je wel eens afgevraagd van, goh, waar zijn eigenlijk die hendels voor aan de bovenkant van zo'n clipje. Nou, dat zijn eigenlijk de transitions die er al standaard in zitten. Dus je kan ook een dissolve op deze manier voor elkaar krijgen. Door gewoon een beetje naar links te slepen of naar rechts te slepen. Waardoor je dus een mooie fade in krijgt en een fade out van de titel. Dus als we nu de titel zouden gaan bekijken, dan fade hij netjes in. En fade hij weer uit. En uiteraard kan je dat zo lang en zo kort maken als dat je zou willen hebben. Nou, wanneer je bijvoorbeeld ook nog een keertje je tekst naar binnen wil laten bewegen, dan zou je het moeten gaan animeren. En ook dat is natuurlijk mogelijk door weer in de inspector te gaan duiken. En niet de tekstparameters te pakken, maar de videoparameters. En daar zie je dus zaken als de position, de zoom, dus hoe groot die geschaald is eigenlijk. Rotation. Allemaal zaken met een diamantje erachter. Nou, diamantjes weten we ook vanuit andere pakketten. Dat vraagt eigenlijk om animatie. Dus zodra je met die diamantjes gaat spelen, dan zou je dingen kunnen gaan animeren. Bijvoorbeeld de position. Als ik hier nu een keyframe maak op het gebied waar ik hem graag in beeld zou willen hebben, dan leg ik het nu vast van oké, op dit moment in tijd moet mijn titel er zo voor staan. En hier wil ik eigenlijk dat hij nog buiten beeld is. Dus dan pak je de x-waarde op en sleep hem netjes buiten beeld. En zo komt hij dus met een fade in en een mooie beweging het beeld in. Nou, ook dan wil ik hem aan het einde weer laten vertrekken, die titel. Dus diamantje staat nog steeds aan. Maar ik wil er graag nu een extra punt bij hebben. Dus ik klik nog een keer op het diamantje. Dan maak ik hier ook weer een zekerheidje dat hij daar nog steeds bij stilstaan. En vervolgens wil ik dat hij hier weer uit beeld is. Op die manier. Dus zo kan je dus animatie toevoegen. En ook nog een keertje met een leuke fade gaan spelen op zijn titel. Nou, uiteraard kan je nog veel meer dolle dingen doen met die keyframes. Maar daar gaan we het later nog even over hebben. Door te werken met deze parameters wil ik graag een crop effect gaan realiseren. Ik wil een splitscreen. Sascha is straks aan het eind van dit experiment aan de linkerkant in beeld. Terwijl hij aan de rechterkant laat zien dat hij met de remmen bezig is. Dus ik maak alvast een keyframe aan voor de position van het beeld en voor de cropping aan de rechterkant. En dat houdt in dat ik dan een stukje verder zou kunnen zeggen, oké, ik snij een stukje van het beeld af op deze wijze. Dan gaan we even naar boven naar de position en sleep vervolgens Sascha een stukje naar links waar ik hem zou willen hebben. Nou, op hetzelfde moment zou ik graag willen dat de position van het onderliggende beeld juist weer naar rechts toe gaat verschuiven. Dus ik maak alvast een keyframe aan voor de position bij het begin van het verhaal. En dan wil ik graag dat hij op dit moment in tijd juist weer naar rechts toe is gegaan. Zodat we dat beeld juist weer hebben. En zie je dat je dus een best wel leuk overgangseffect kan hebben naar een splitscreen door een beetje te werken met die parameters. Wil je animatie helemaal gaan tweaken, je wil echt de curves gaan zien van die animatie die er nu in zit. Ja, dan open je simpelweg de curves door middel van dit kleine knopje. En dan zie je de curve editor van jouw animatie. Het is nu een lineair verhaal, dus
De snelheid is continu hetzelfde in deze animatie. Maar natuurlijk kan je zo'n keyframe selecteren en daar een curve aan hangen. Waardoor die dus gaat versnellen en gaat vertragen. Waardoor het een stuk leukere animatie wordt en wat geloofwaardiger. Dus op die manier kan je heel je animatie helemaal gaan aanpassen. Nou, en al deze curves die vind je natuurlijk ook weer terug bij elk effect wat je aan het doen bent. Er kunnen er best wel veel zijn, dus ben je op zoek naar een bepaald effect en je ziet hem niet gelijk. En dan kan je hier gewoon even kijken welke wil ik aan en welke wil ik uitzetten. En dan kan je dat gewoon gaan bewerken per onderdeeltje. Ben je helemaal klaar met de curves, dan kan je het natuurlijk weer uitzetten, want het scheelt weer een stukje in je interface. Dus op die manier kan je een splitscreen effect maken en nog een keertje je animatie gaan aanpassen door middel van de curves. Zorg ervoor dat je in je eigen edit leuke oplossingen vindt om met bijvoorbeeld dit soort effecten te werken. Dat het echt een AV-vormgegeven project gaat worden. Dus let goed op het mooi toepassen van leuke effecten.